Dit is L1 Cultuur. 6 miljoen euro, dat kostte hier de verbouwing van het museum aan het Vrijthof. Maar dan heb je ook wat. Het museum is net geopend en net voor de opening maakten wij de volgende reportage. Er moet ontzettend veel gebeuren. Kijk naar al deze kratten en kisten die hier nog staan. Maar we zijn er zeker van, morgenmiddag is het gereed. Het concept was om het Spaans fundament en het Vrijthof te combineren via deze binnenruimte met het pand Papenstraat 2, hè, wat in de eeuwen daarvoor altijd één totaliteit is geweest. We hebben dat kunnen doen door de hele binnenplaats vrij te maken van tuinmuren, bergingen, etc. En dan vervolgens overheen een nieuw dak te spannen dat eigenlijk geen dak probeert te zijn. We zijn natuurlijk ontzettend blij met dit museum. Eindelijk de kans om het verhaal te vertellen van 5 eeuwen meter Maastricht. 5 eeuwen kunst en kunstnijverheid uit deze stad. Niet als een op zichzelf staand doel, maar in het bredere verhaal van de geschiedenis van de stad. Nou, dan hier hebben we de Bonhomme Salon. Een salon, nou, moeten we zo beginnen, 19e eeuw inzetten, 1800, 1810. De salon van het echtpaar Nicolas Paul en Cornélie Bonhomme. Een typische salon voor de vroege 19e eeuw. Ja, deze ruimte die heet Jean-Edmé Dufour en het vuur van de verlichting. Dufour was een drukker, uitgever, boekhandelaar uit Parijs die zich hier vestigt. Hier. Hij woonde in het Spaans fundament, hij had hier zijn drukkerij en hiernaast had hij zijn boekenopslag. En hij brengt als het ware de verlichting in Maastricht. Hier in de vitrine een exemplaar van de Franse vertaling van de Werther van Goethe, die Dufour hier op deze plek drukte. En vorig jaar hebben wij het boek kunnen terugkopen. En dat is voor ons überhaupt in het museum van groot belang. Overal speelt het gebouw een rol en de geschiedenis die zich erin heeft afgespeeld. Oh tante, ik heb de prins ontmoet. Wat een charmante man. Beheersing, lieve nicht. Wat we hier zien is een diner in 1784. Een diner waarbij Sophie van Wildeck, een 17-jarig Zwitsers meisje, aanwezig is. En het is een authentieke bron, een echt verhaal, vastgelegd in een dagboek. En dat hebben wij in deze ruimte gebracht om de ruimte als het ware tot leven te brengen. Ik geloof dat hij het liefst een hele wijnkelder die op de tafel had gezet. Maastricht veranderde snel van een vestingstad die eeuwenlang was geweest, tot een industriestad. Maastricht werd de eerste industriestad van Nederland. Hier zijn 10 portretten van Maastrichtenaren of niet-Maastrichtenaren die van groot belang zijn geweest in voor het verloop van de geschiedenis zoals wij die vertellen hier. En zij gaan door de tijd heen gesprekken met elkaar aan. Dat komt, mijn beste man, omdat jij ook niet uit Maastricht komt. Ja, die legers van Napoleon haalden dingen van waarde weg. Maar aan de andere kant, ze brachten ook iets van grote waarde mee voor Maastricht. Een nieuwe tijd. Vrijheid, gelijkheid en broederschap.
kennis. Wij denken dat daarmee voor de bezoeker uiteindelijk die hele geschiedenis op zijn plek valt. Hier ligt bijvoorbeeld een tegel van een mevrouw die ze voor haar 99ste verjaardag gekregen heeft. Helaas is mevrouw geen 100 geworden. Ze is een paar weken geleden overleden, maar ze heeft wel haar eigen tegel nog gezien en ze vond het handig chic.